allemaal dubbel. Ja, hoe kan je alles dubbel hebben? Van, snap je het? Ja, ik snap het. Mexico. Oh mijn god, oh jongens, ik zie daarboven een touw. Ik had echt geen zin om aan dat touw te hangen. We waren zo'n holgeslagen campingteam. Geen idee wat het heeft opgeleverd. Yep. This torpedo is for you. Guard it well. Wat brengt de toekomst? Die vraag houdt nu ook de tweede afvaller Jip bezig. Na Babs kreeg zij een rood scherm en eenzelfde mysterieuze torpedo van de waarzegster. Maar ook Jip moet even geduld hebben voordat ze weet wat er voor haar in het verschiet ligt. De kandidaten kunnen de toekomst naar hun hand zetten, terwijl ze oog in oog staan met de indrukwekkende luchadores. En ze maken een wereldreis midden in Mexico-stad. Maar eerst doen ze een pubquiz met daarbij een glansrol voor een swingende mariachi-band. In de pot zit 7500 euro, 250 euro minder dan ze hebben verdiend. Maar toch een mooi bedrag waarvan ze best een deel kunnen inzetten als speelgeld. Door de stad. Het was vrolijk. Er was veel leven. Op een gegeven moment komen we in een kantina, heet dat hier. Overal waren beentjes aan het spelen voor mensen die zaten te eten. Het was een cacophonie, maar zo gezellig, zo mooi, fantastisch. Ga lekker zitten. Nou ja, lekker. Heel ontspannen. Nou, dat is natuurlijk alweer verdacht. Want lekker zitten bij de mol is altijd een dubbel gevoel. Je kunt hier niet om de mariachi-bands heen. Je hoort ze al overal. Het zijn Mexicaanse straatorkesten die op alle fiesta's spelen. Voetbalwedstrijden, bruiloften en dus in dit soort restaurants. We gaan lekker eerst eten. Maar over een half uurtje gaan we pubquiz spelen. Ik ga dan jullie als groep vragen stellen aan de hand van maximaal 10 liedjes. Er komt een mariachi-band, die speelt een liedje. Dat kost wel 200 euro. Hey. Oh. Maar dan stel ik twee vragen en als jullie die goed hebben, verdienen jullie 400 euro. Oké. En we gaan gewoon beginnen en we kijken wel waar het schip strandt. Jullie denken op een gegeven moment, nou, we vinden het wel genoeg of we durven er nog wel een paar meer. 10 liedjes in totaal. Yes. Leuk! One-off, goed ook, zien jullie zo. Bring it on! In het ergste geval, als we 10 nummers zouden laten spelen, kostte ons dat 2000 euro. Maar als we over al die 10 nummers 2 vragen goed zouden beantwoorden, dan hadden we 4000 euro gewonnen. Dus 2000 euro winst. Hey, maar jongens, wat voor vragen kunnen ze stellen over die mariachis? Moet het, en ieder niet op iets gaan letten? De een bijvoorbeeld op aantal, de ander op kleding, de ander op... Oh, ik let wel op muziek. Ik let op een aantal waarden. Al vrij snel gingen we in de mol-modus. Oké.
De een ging kijken wat voor kleding ze aan hadden. De ander ging naar de muziek luisteren. De volgende ging kijken naar gezichtsbeharing. Hadden ze een baard of niet? Enzovoort. Zijn jullie klaar voor je eerste mariachi liedje? Ja! Ja. Hey! Jongens, begin met tellen. Ja, voor het eerste liedje, mag ik €200 van jou? Voor elk nummer dat jullie willen horen, kost het jullie €200 uit de pot. Wat Rick gaat vragen. Dus we zaten allemaal heel scherp naar die band te kijken. En toen speelde zich gewoon een heel herkenbaar liedje, namelijk La Bamba. Vraag 1. Dit was La Bamba. Ja. Dat hoorden we. Door welke film werd La Bamba een wereldhit? Was het Dirty Dancing? Nee. Was het die film met Richie Valens? En uiteindelijk komt Rick met zijn eerste vraag. Gaat gewoon over het nummer. Ging helemaal niet over die mensen, die stonden er gewoon nog. En wat is Dirty Dancing? Ik denk iets met een strand of zo zelfs, man. Ik heb werkelijk geen idee. Zo een gokje nemen, kost nog €200. La Bamba? Ja, prima. Ella. La Bamba. La Bamba. Is dat echt een film? Oké, La Bamba, hoppakee. Vraag 2. Welke band scoorde in 1987 een hit met La Bamba? Ja, Los Lobos. 100%. De kans tegenover ons was enthousiast, zouden wij thuis zeggen. Optie, doorgaan? Ja. Laat ons stemmen. We hebben nog maar één vraag goed nu. Maar voor 2 goede vragen krijgen we €400. Dat betekent niet dat we voor 1 goede vraag 200 krijgen. En we vinden dat het ook niet gezegd. Leuk. Dus we kunnen ook nu €200 verloren hebben. We kunnen nog een leuke avond hebben. Ja. We doen nog 1 keer. Ja? Nog één liedje? Kijken hoe we het nu doen. Oké, we doen nog een keer. We willen zoveel mogelijk verdienen. Maar ja, van de 2000 die we kunnen uitgeven, kan er 4000 terugkomen. Waar trekken wij de grens? Liedje nummer 2. Maestro. In welk land werd dit nummer geschreven? Oh, jezus. Colombia? Cuba? Ik zou ook zeggen Cuba. Ja, ik zou zeggen Cuba. Gaan we voor Cuba? Cuba, ja. We gaan voor Cuba. Ik heb veel muziekkennis, maar de vragen die Rick stelt zijn iets gemener dan de typische muzikantvragen. Welke Amerikaanse oud-president had een versie van dit nummer op zijn zomerplaylist staan? Obama, denk ik. Ja. Obama. Ja, Obama staat bekend voor zijn muzieklijst. Precies. Ja, okay. De andere presidenten niet. Oh, exact. Ronald Reagan heeft nooit zijn playlist. Maar dat is wel. Ja, dat is wel. Obama. Ik was een beetje de voorzitter. Ik wilde het ook efficiënt houden. Dus ja of nee, niet oeverloos lullen. Gewoon, ben je het mee eens? Ben je het niet mee eens? Want dan weten we ook de getallen. Dan weten we, hebben we meerderheid of niet. Nu gaat het erover, willen we een derde liedje? Ja, ik wil een derde liedje. Ik ook een derde liedje. Wie wil een derde liedje? Ja. Meerderheid, let's go. En iedereen werd ontzettend enthousiast. Zeker Jeroen. Ik vond hem erg opvallend hoe hij graag zoveel mogelijk liedjes wilde horen om de vragen te kunnen beantwoorden. Moeten we niet even afspreken wat we max willen uitgeven aan de vragen? Oké, hoeveel? Ja, ik denk dat de pot. We hebben nu €600. Hoeveel zit er in die pot? 6,5 of zo, hè? 7,5. Nou, dan kunnen we wel wat leiden. Ja, maar heel even. Als ik het gewoon heel goed gaat. Want zijn over deze maar we weten niet of dit goed gaat. We weten niet of het goed gaat. Het ging, zoals je verwacht, super chaotisch. Gaan we door, gaan we niet door? Is dit genoeg? Zijn de vragen juist ingevuld? Wij wisten het niet. Volgens mij zijn we erover eens. We doen er in ieder geval nog 1. Ja, right? Zeker. Liedje 3 dan maar. Ja, liedje 3. Oké. Okay. En zo wordt er dus nog een nummer besteld door de groep. Nogmaals €200. Dit begint al pijn te doen. De meester moet streng zijn. Maar jeetje,
Ik dacht echt oprecht, laten we gewoon een leuke avond hebben en lekker liedjes kopen. Dat je even stoom af kan blazen, was ook wel nodig na al die dagen. Dit liedje heet Desperado. Oh. Nou. En het komt uit een film die ook Desperado heet. Oh. Okay. Die speelde de hoofdrol in deze film. Wat is de grootste? Clint Eastwood. Ja, Clint Eastwood. Ja. Is het niet Clint Eastwood? Ik zet mijn geld op John Wayne. John Wayne. Ik ga voor John Wayne, ik ga mee. Ja. Oké, okay, doe maar. Eenmaal allemaal John Wayne. John Wayne. Jij bent de acteur, maar als het fout is, jongen, dan weet je het. Ja, nou ja, dan weet je me te vinden, ja. Oké, okay, de tweede vraag. Tweede vraag. Wat is een desperado? Oh, ja, dat is weet. Een hoe noem je dat nou? Wanhopige. Oh. Ja, een wanhopige, maar is het niet iemand die... Op de vlucht is of zo? Een voortvluchtige? Ja. We hebben helemaal mooie woorden verzonnen. Wat gaan we zeggen? Een verstotene. Verstotene. We hebben een antwoord. Misschien moeten we gewoon stoppen, want dit gaat nergens. Sorry, maar waarschijnlijk hebben we van alle vragen niet twee op één blaadje goed. Ik zit er dan weer ergens tussenin te huppelen van we moeten wel op het geld letten, maar naar mijn idee konden we nog wel een liedje. Maar 1-1 dan stoppen? Oké, we gaan proberen. Jee. Ook wel. Er is weer betaald, okay, jongens. 4. Nog een keer 200 euro. Ik heb heel erg het idee dat iedereen vergeet wat hier gebeurt. Rian is erg stil. Tooske gaat overboord. En onze muziekkenner Sor heeft eigenlijk totaal geen inspraak op alle nummers. Nou, vind ik toch apart. Welke Nederlandse artiest speelde dit nummer op het Vrijthof in Maastricht? Tweede vraag. Hij moest even opwarmen. Mexicanen van over de hele wereld zingen dit nummer bij speciale gelegenheden. Als een soort volkslied. Bij wat voor soort gelegenheden? Het is een wals, ik denk trouwerij. Het is een wals. Klopt. Een wals. Het is echt een wals. Ik heb in de podcast gehoord met sport, met honkbal en met voetbal, dat enorme evenementen zijn, vaak met veel muziek. Maar niet dit. Ik hoor dit niet bij een voetbalwedstrijd. Dit is een wals. Oké. Iedereen een handenbal voor sport. Ja. Antwoord. Andere bal, handenbal voor bruiloft. Bruiloft. Wie is er voor nog één, voor vijf? Nee. Ik wil gewoon meer muziek. 1, 2. Ja, we hebben 5. Yes. Yes, 5. Ah, domme! Ik vind het zo cool. Ja, dat heb ik wel zeggen. Eerste vraag bij dit liedje. Wat betekent de titel van dit lied? Kakkerlak. Vraag 2. In dit lied heeft de cucaracha een groot probleem. Wat voor probleem? Hij kan niet lopen. Oh, nog één. Nog één. En dat bedoel ik. Maar deze weet ik echt 100% zeker. Maar moet toch wel. Nee, maar dat is niet. Jawel, maar deze weet ik echt 100% zeker. Ja, maar dat is er één, Anna. Ja, maar we hebben allebei verdiend. Ja, er waren een aantal mensen die heel duidelijk niet wilden doorspelen. Met name Justin was heel erg streng op de pot. Nou, kan je dat op twee manieren interpreteren. Namelijk voorzichtig. We willen geen geld kwijtraken uit de pot. Maar ja, je kan het ook zien als je wil niet een kans om extra geld te verdienen voor de pot. Wat is het verschil met zojuist? Deze hebben we namelijk zeker. Nee, dat jullie net daarvoor hadden gezegd dat dit de laatste was. Dat is de laatste was. Dus we zijn nu. Dit is nu gewoon de laatste. Dit is overleg, hè? Oké, maar hoeveel denken jullie dat je goed hebt? Wat is dit voor beredeneringen over? Nou, nee, ik denk 3. Ik denk 3 van de 5. 3 van de 5 denk ik dat goed hebben. Ja. Oké, weet je wat? We doen voor het plezier nog eentje. Yay! Omdat we dus sowieso eentje goed hebben. Ik vond het lekker. En daarna stoppen we. Nummertje 6 dus is een ja. Ja, 6 is een ja. Oké, Justin mag 200 euro. Ik vind dat jullie allemaal veel te makkelijk beïnvloedbaar zijn. Ja, zijn ook. Let's go. Ja. Allemaal verslavingsgevoelens. Maar wel gezellig. De mol wil in principe dat wij natuurlijk zoveel mogelijk foute antwoorden zouden geven. Want dat zou natuurlijk veel geld kosten. Maar de mol merkt natuurlijk ook dat we best wel goede antwoorden hebben gegeven. Dus dat zou weer geld opleveren. Dus de mol wilde in principe dat wij zo snel mogelijk zouden gaan stoppen. Dus door te zeggen dat ik toch nog een 6e liedje wilde horen. Was voor mij interessant om te kijken wie dus dat sowieso niet wilde doen. Dat geeft mij 3 namen. Vraag 1 bij dit liedje. Hoe heet de groep die een enorme hit had met Macarena? In dit liedje flirt de zangeres er lustig op los. Ze bekent dat ze een vriendje heeft en hem eigenlijk bedriegt. Hoe heet het vriendje?
my brother, his name is Igorino. Igorino. Ja, sorry. Gorge. Igorino, dat lijkt me. Je zit echt zand in de motor te gooien. Oh, is dat zo? Zeker. Ik schep juist helderheid. Nou. En toen dacht ik, je zit een beetje bewust obstructie te plegen. Oké, we moeten iets hebben. Wat gaan we zeggen? Wat gaan we zeggen? Gorge. Doe maar iets van Igorino. Gorge. Nee, ik vertrouw hem niet. Okay, we hebben nu 6 liedjes gehad. We stoppen. We kunnen door naar liedje 7. Stoppen. Dan wil ik graag voor jullie de antwoorden hebben. Ik ben heel benieuwd of dan we eens even naar lezen. En dan horen jullie zo hoe het zit. Het was jammer dat wij op een gegeven moment moesten stoppen, omdat het echt onverantwoord was, pottechnisch, om nog verder te gaan. Maar van mij hadden die mannen nooit meer hoeven stoppen. Het eerste liedje was La Bamba. Het antwoord door welke film werd hij een wereldhit was inderdaad La Bamba. En welke band de hit scoorde? Los Lobos was ook goed. Lekker. Dat is €400. Guantanamera. In welk land werd het lied geschreven? Jullie zeiden Cuba. Is goed. Welke Amerikaanse president het in zijn playlist heeft, was natuurlijk Obama. Deze was moeilijker. Desperado. Geen John Wayne. Antonio Banderas. En wat is een desperado? Ja, het doet er eigenlijk niet meer toe. Maar het is een roekeloos persoon / crimineel. Oh. Iemand die dus op de vlucht is. Een voortvluchtiger. Ja, maar jullie hebben verstoten. Liedje nummer 4 was Cielito Lindo. Welke Nederlandse artiest? Rio. André Rio. Ja, dat wist Salma. En op welke gelegenheden de Mexicanen dit zingen? Het zijn sportwedstrijden. Zie je, daar had je zelf gelijk. We hebben gestemd. La Cucaracha, dat was inderdaad een kakkerlak die niet kon lopen. De allerlaatste, de Macarena. Hoe heet de band die het liedje zong? Inderdaad, Los Del Rio. Yes. Toen kregen we woorden over het vriendje. Ja. Het was niet Gorgo, het was ook niet Picorino, maar we hebben hem toch een beetje goedgekeurd, want het is Vitorino. Jullie hebben met deze opdracht dus €1600 verdiend. Jullie hebben €1200 uitgegeven. Dat betekent dat je dus €400 winst hebt gemaakt. Ik zou zeggen, nog veel plezier vanavond. Ik vind het een hele goedkope leukavond. Ga vanavond of morgenochtend nog even de vragenlijst door. Ja? Fijne avond. Oké, maar luister, misschien ben ik heel boos en agressief, maar ik vind het goed gedaan hebben. Maar we hebben niet zo heel veel verdiend. Hebben we het leuk gehad? Oh, hadden we kietjes verdiend? Maar zijn we hier om geld te verdienen of uit te geven, Kees? Nee, we hebben het verdiend. We zijn hier ook voor ons plezier. Nee, we hebben het heel goed gedaan. We hebben het heel goed gedaan. Beginnen? Schoenmaat van iedereen. 41. Anna? Ik 42. Jeroen? 43. Ja, we hebben best wel intensief de vragenlijst doorgenomen met elkaar. Anna, 68 kilo? Ik denk, ja. Ik heb ingevuld 67 kilo. Ja, als daar gebruik van gemaakt wordt in een opdracht, dan moet je toch wel weten, wat is jouw favoriete boek? Wat is jouw eerste vakantiebaantje? Wat is jouw favoriete vakantieland? Heb je een superheld die je eigenlijk had willen zijn? Noem maar een raar ding aan jezelf. Ik daar. Jus, wat is jouw rare ding? Het rare ding aan mijzelf is dat ik geen wenkbrauwen heb. Is er iemand linkshandig? Dat is nog best de administratie, om dat allemaal te weten van iedereen. Mag ik gewoon een vraag stellen waar we allemaal het antwoord zeker van weten? Nou. Favoriete kleur? Okay. Blauw. Blauw. We kwamen in de Zona Rossa terecht. Prachtig leuk wijkje. Parapluutjes hingen er en een heel gezellige wijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hadden de opdracht zelf ook gewoon in een cocktailbar. Dus
Ja, ik voelde me helemaal thuis. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie zin hebben in een wereldreisje. Oh. Oh. Hiernaast mij zien jullie een doorloper. Dat is een variant op een kruiswoordpuzzel. En die moeten jullie oplossen. De woorden die je daarvoor nodig hebt zijn plaatsnamen. En die vind je op 8 locaties in deze wijk. Elke locatie is op een kruising. En daar moeten specifieke kandidaten samenkomen. Als dat lukt, verdienen jullie sowieso 150 euro voor de pot. En daar zouden ook alleen die specifieke kandidaten een envelop moeten openmaken. Om de volgende vraag te beantwoorden. Welke stad ligt het verst van Amsterdam? De antwoorden daarop, die heb je weer nodig voor deze puzzel. Als je die compleet maakt, krijgen jullie een bonusbedrag van 800 euro. Een opdracht, een kolfje naar mijn hand. Ik ben namelijk gek op geografie. Superleuk. Ik ben namelijk een atlasfreak en een kaartenfreak. Dus ik vind dat enig. Jullie hebben zo'n 45 minuten. En jullie mogen duo's maken. Jou in deze wijk. Ik ga met Tooske. Ik wilde echt met Tooske deze opdracht doen, want ik verdenk haar. Dus ik wilde nu eens wel even dichtbij meemaken hoe ze deze opdracht zou doorlopen. Let's go! Dan gaan wij even dit goed doen. En ik denk, mijn duo moet wel iemand zijn die ik niet heel erg vertrouw. Dus ik ging met Rian. Nu staan we hier. Dus we moeten nu gewoon een stukje terug, dat is die kant op. En dan hebben we Petri. Doe het ook, ga even snel. Ik ga met je mee, ja. Ik niet. We gaan in een rechte lijn hierheen en dan daarheen. P8. Oké, let's go. P8. Vos en ik gaan naar P3 over. Kijk, wij staan hier. Ja. Dit is die fontein. Dus we komen zo. We moeten de wijk uit, dus we moeten die kant op. Die kant op, let's go. Elk duo had een portofoon. Sommige duo's 2 portofoons. Want op 8 mensen waren er 6 portofoons. En er waren 4 kaarten, 4 maps van dat district. Ja, ik zie hier plek. Wij moeten ergens in deze wijken punten gaan vinden. Op deze punten komen 2 straten samen. En op die punten staan 2 vragen. Kas Geek slaat op commando, dat is Sor. Sor. Heeft ooit een bijbaan gehad in een krokante mueslifabriek. Jeroen. Als wij weten bij wie deze vragen horen, moeten deze 2 mensen van de vragen samenkomen op dit punt. Wij staan op punt 2. Ik heb hier Jeroen en Sor nodig. Dit is het verste punt op de kaart. Daar ben ik dichtbij. Ik kom naar je toe. P2, jij hier. Wij lopen naar P8 en laten weten wie daar nodig is. Daarna kom ik naar P2 over. Super, dankjewel. Over. Oké. Okay. Oh, Hier. Is bang zijn een onderdeel van een kul te zijn zonder het door te hebben? 2 kippen die Geert en Chantal heten. Ja, kippen. Kippen. Moet je hier naar links? Zorg voor iedereen. Wie had 2 kippen met de naam Geert en Chantal? Kees, dat was ik. Het is Laveren. Maar dat klopt dus niet, want er moet Praga zijn. Dank je. Oké, maar waarom? Ander. Nou, ik kreeg dus inderdaad een kaart mee. Die vrij onduidelijk was. Je had wel een aantal straatnamen, zo kon je wel een beetje oriënteren waar je was. Wie is bang om onderdeel van een cult te zijn zonder het door te hebben over? Sorry, dat is Justin. Justin en Kees, P8 over. Zullen we daar gaan kijken op het kruispunt? Ja, gaan we kijken. Jij moet die hele ver weg, toch? Hier. Ja, dus ik moet die straat in en dan moet ik 6 straatjes rechtdoor. Ja. Ik heb een heel goed richtingsgevoel, dus ik liet de kaart bij Rianne achter. En ik had gewoon de weg in mijn hoofd opgeslagen en ik begon gewoon te rennen. Nu zo naar links voor. Ja, hier is jouw punt. Dus voor iedereen, heeft iemand alle locatie voor Anna open? Scusa, signora. Le nombre di calle? Hier. We zijn hier. Team 2, want daar heb je die grote rotonde. Ja. Dus we zijn nu gewoon op ons eigen punt. Dus gaan we nu voor die P3. Dus dan gaan we een stukje terug. Fons, jongen, jij zegt net tegen mij, ik heb een feilloos... Ja, maar dat gaat goed. Dat gaat nu goed. Dus laten we... Maar dan zijn we miles away. Laten we voor die gaan. Ik zei ook heel direct naar Tooske, we moeten hier nu naartoe. Gewoon om te kijken hoe zij erop zou reageren. En ze ging best wel gedwee mee. Ik denk dat ik het nu moet vinden, toch?
Oh, hier, Jeroen en Kees. Hey, hallo daar. Jeroen, het is net hier om de hoek. Maar jij moet Sorda krijgen. Stop even, je moet Sorda krijgen. Kees moet ergens anders heen zo meteen. Ja, maar toen zegt Kees Sorda nodig. P8. P8. Ik weet wat het is. Is daar al iemand? Je moet ook naar P8. Dan gaan we nu wisselen, want dan gaan wij naar punt 8 met één porto. En dan gaan jullie verder. Één porto. Moet ik dan bij jou blijven? Ja, voor nu wel, want heb je een porto met hem. Dus ik ga met Jeroen terug naar tafel 1, zodat ik Jeroen in de gaten kan houden. Maar ook omdat Jeroen een portofoon had en ik een kaart. Ja, het is gewoon hier rechts. Justin voor iedereen. Er zijn teams gewisseld. Anna is nu met Jeroen. Ik ben nu met Kees. Kees en ik gaan naar punt 8. Daar liggen onze enveloppen. Over. Waar heb ik dat kaart niet meegenomen? Sor moet nu naar punt 2 komen. Dan pas kan ik enveloppen openmaken. Het kan echt niet zo ver zijn. Tooske voor iedereen. Ons en ik zijn al 5 minuten op zoek naar punt 3. Wij hopen dat ze binnen afzienbare tijd te bereiken. Over. Dacht ik al, volgens mij zijn we al 10 minuten bezig. Hoezo zijn jullie nog steeds aan het dwalen? Oké, Rian is op punt 5. Vraag is... Kijkt als guilty pleasure naar krokodillenfilmpjes. Jeroen hier, ik kijk naar krokodillenfilmpjes. Hier, Belgrado hebben we nu. Belgrado. Zo doe je. Nou, jeetje. Zou het gaan lukken? Vraag. Had vroeger iedere zomer een tamme gaai, genaamd Gerrit. Rian, over. Dat ben ik, Tooske. Over. Tooske, dan moet je naar P5 samen met Jeroen. Over. Rian, ik ga even kijken waar ik überhaupt ben. En dan ga ik proberen P5 te vinden. Dank. Over. Je weet toch waar je bent? Ja. Kom zo, let's go. All right. Dus ik race naar P2. Kom ik op mijn tafels terecht, zie ik Puff op commando. Dacht ik, ja, dat ben ik. Ja, maak maar open die voor mij. Rustig aan. Sorry, ik trillen handjes. Breda. Breda. Eindhoven op Breda. Als twee kandidaten bij één tafeltje hadden verzameld... en dat waren de juiste kandidaten met de juiste enveloppen... dan kreeg je dus twee steden. En de vraag aan ons was... welke van deze twee steden is het verste weg van Amsterdam? Amsterdam-Eindhoven is 5 kwartier, 80 minuten. Breda is volgens mij wat verder. In de envelop van Jeroen stond Breda... en de envelop van mezelf stond Eindhoven. Dus we moesten even goed nadenken welke verder is van Amsterdam. Het is of hier, in dit straatje. Kijk, kijk ik hier. Moet het dan zijn? Ja? Ja? Kees, wat is verder dan van Amsterdam? Breda of Eindhoven? Eindhoven, over. Dank je. Oké, Eindhoven. Ja, ja, hij zegt het. Kees is daar goed in. Ja, dat is waar. Lekker bezig, Kees. Bang voor een cult, dat heb ik. Oh, ben ik. En de twee kippen ben je. Zorg voor 10. Is iemand al geweest bij P1? Over. Twee steden. Venetië. En Lyon. Oeh. Dan kwamen er twee steden uit. Dus je hebt, weet ik veel, Oslo, Tokio. Tokio is het verst weg van Amsterdam. Laat je Oslo liggen, neem je Tokio mee. Venetië en Lyon. Ja, Venetië is verder. Dan moet je hebben onthouden op welke fysieke kruising in die wijk jij was... toen je Tokio eruit haalde. De envelop met het goede antwoord gaat mee, dus dat is deze. Okay, waar gaan we nu heen? Hier. Oh! Bam! Gevonden! Want we staan er fucking naast! Jeetje. We staan er ook naast. Ja, hier is Tokio. Klopt dit? Oké. Okay. Heeft ooit als smurf verkleed in een winkel gestaan? Ja, dat ben jij. Ben ik? Ja, dat ben ik. Chocolade. No way. Dus hij staat goed. Wie stond er als smurf verkleed in de Free Record Shop om cd's van vader Abraham aan te prijzen? Oh, dit is chill, hè? Wauw. Er is gelukkig geen beeldmateriaal van. Jeroen van Kees. Kees hier. Duisburg of Luik? Oeh. Ai. Oeh, ai. Wie had een roze Citroën GSA? Dat was ik, Kees. Oh, en deze weet ik al. Deze is van Rian. Kees, dan moet jij naar P6. Ja, en Rian. En Rian ook. Want die schaamt zich voor haar tut. Luik klinkt verder. Kees, Duisburg of Luik? Jeroen Heijmond. Kees, je moet naar P6. Ja, en Rian. Wij moeten het zelf gaan besluiten. Okay. Jongens, kunnen we duidelijk praten in die portofoons? Het was wat rommelig, zou je kunnen zeggen. Portofoongebruik is ook een dingetje. Daar zijn cursussen voor, die hadden wij niet gehad. Dus voor iedereen, is er al een tweede locatie voor mij? Nee. Helder. Jeroen voor 10. Wie heeft al 36 jaar dezelfde fiets?
Justin voor team. Wie wil er nooit meer puddingbroodjes missen in het leven? Ja, dat ben ik. Dan mag jij naar P4 met Rian. Rian gaat ook naar 6. Ik zeg zoek het uit, want ik ben heel blij dat ik weet. Ik denk, oké, ik geef Fons die kaart. Want ik ga gewoon nu vertrouwen op mijn eigen richtingsgevoel. Nog een keer, Jeroen voor team. Wie heeft al 36 jaar dezelfde fiets? Dat ben ik, Jeroen Tooske. Tooske, jij moet naar P3. Hartstikke leuk, ga ik straks naartoe. Ik ga eerst naar P5. Ze vindt het hartstikke leuk. Ik drop Kees nu op P6. Daar moet Rian bij komen. Ik loop door naar P7 met Walkie. Jeroen, ben jij al op P6 geweest? De krokodillenfilmpjes envelop. Krokodillenfilmpjes ben ik. Waar ben je? P6. Jeroen onderweg. Ik ga. Ja, is okay. Goed, is goed. Hoek Liverpool Amberes. Kees voor de rest. Ja, Kees. Heel stomme vraag, maar de stad Brno, B-R-N-O, ligt dat in Tsjechië of niet? Jeroen, waar zit jij? Ik ben bij Praag, even kijken. Bij Praag-Londres. Hoort u mij? Jeroen had daar al lang moeten zijn. Dus ik denk, ik maak mijn envelop vast open, Parijs. Mijn kaartje ligt open, ik ga vast naar punt 3. Dan moet jij zelf de oplossing vinden voor locatie P3. Maar wacht even, ik dacht dat ik onderweg was naar P3. Tooske en Anna moeten naar P3. Anna staat er al. Wacht op Tooske, over. Ik ga vast naar P3. Er was zoveel communicatie en je moest dingen zeggen en dingen doorgeven. Nee, jij moet daarheen. Nee, dat is daar. Dan moest je het uitleggen. Dus ik was soms bepaalde coördinaten even kwijt. Mag ik coördinaten voor P5? Tooske, wat is jouw locatie op dit moment? Over. Ik ben onderweg naar die hele grote straat. Waar al die fonteinen aan liggen. Dan ga ik naar rechts richting de Praag. Waar ben je nu? Over. Wat tijd hebben we nog? Jeroen aangekomen, P5. P5 gaat Jeroen naartoe en daar, Jan. Dan lopen wij toch naar het eindpunt? We moeten gewoon naar het eindpunt, want anders redden we het überhaupt niet meer. Schiet maar lek. Ik had het hier moeten vinden, maar ik kan het hier niet vinden. Tooske, wij lopen weg van P3. Je doet veel te langzaam. Wij gaan naar het eindpunt over. Parijs of Marseille. Ik heb geen tafeltje gezien en ik durf niet verder, dus ik ga nu terug. Ik kom naar het puzzelpunt. Jongens, we moeten nu terug naar het verzamelpunt, want daar moeten we gaan puzzelen. Oh, ik had Tooske! Wij kunnen ook met haar teruglopen. Ik ben tot, daarin, tot dat straatje daar rechtsin, maar daar kon ik hem niet vinden. Ja, daar is hij wel. Onderweg vonden wij Tooske nog helemaal in staat van verwarring. Jij neemt die en Toast mee. Jullie gaan het daar. Okay. Ik ga dit brengen naar de bar. Mag ik dan een porto? Jullie hebben eentje samen. Oh, ik ga met haar mee. Jij weet waar de bar is? Kaart en ik heb een porto. Jij weet hoe we terugkomen? Oké. Zor zegt, ik ga terug. Anna brengt jou naar dat tafeltje. Kan je daar samen die envelop openmaken? Hebben we geld, hebben we dingen. En dan komen jullie terug. Zor voor Toast en Anna. Wij zijn bij het eindpunt. Jullie hebben dit. Over. Jeroen, eindpunt. Hier ingaan en dan links. Ik was hier, maar hier zag ik geen tafeltje en toen ben ik omgekeerd. Nee, dan moet je verder naar links. Hé, maar hoe werkt het dan? Je moet de beste meenemen, de verste. Ja. Dat heb ik. Luik. Marseille. Ja. Eindhoven. Ja, helemaal goed. Maar die zie ik niet staan. We kwamen met 4 mensen aan en we hadden nog een paar minuten op de klok. Maar wat moesten we doen? Wacht even, we moeten hieruit kiezen. Oké. Oslo, Kopenhagen. Oslo is verder dan Kopenhagen. Ja. Dus Oslo. Oslo, 4 letters. Schrijf erop. Ja. Belgrado, Straatsburg. Dan is Belgrado verder. Ja. Eigenlijk gingen we als een kip zonder kop, zoals ze vaak bij dit spel, toch maar wat doen. Oké, Tokio is de volgende. Godsamme. Eindpunt is daar, laten we het niet doen. Nee? Ja, daar hebben we helemaal niks. Liverpool, Genève. Engels, Brecht, Genève, denk ik. We zijn hier, we moeten naar 1 door en dan naar rechts. Hamburgo is dit toch? Ja, dit is Hamburgo. En die laatste is Warschau. Komt er iets uit? Och, Y-A-E. Dat klopt helemaal. Hi, we hebben alles al ingevuld. Je hebt nog niet eens alle antwoorden. Nee, maar kijk wat hier staat. Kijk, je moet hieruit kiezen. We hebben nog maar 3 minuten. Ik dacht al meteen, dat klopt volgens mij niet. We moeten nog iets doen met die stedennamen die wij hebben gevonden in de buurt. Bordeaux, hier moet Bordeaux staan. Wat? Hamburg of Bordeaux. Bordeaux is verder, ja. Ja, jullie zeiden, mag ik even? Bordeaux. Jullie zeiden Hamburg. Maar ja, als je er tegenin gaat, dan krijg je alleen maar gekakel en dat kost meer tijd. Zorg voor Anne en Tooske, wat is jullie locatie op dit moment? Over. Wij moeten nog 1 blok rechtdoor en dan naar rechts en dan zijn we er. Over. En helaas, de tijd is om. Kandidaten, het idee was dat jullie deze doorloper zouden invullen.
En dat er een woord zou vormen in de groene vakjes. Nou, vertel, wat voor woord zien we? Niks. Niks. Ogliaiasr. Ja, is niet, bij mijn weten, een bestaand woord. Dus dat is sowieso fout. Hier had moeten staan toekomst. Het is verbazingwekkend wat jullie hebben gedaan. Want je moest onthouden waar jullie de enveloppen hebben meegenomen. Heb ik hier allemaal staan? Dat zijn deze kruisingen. Hier zijn jullie geweest. Dus de envelop die je bij de kruising Oslo-Kopenhagen hebt gepakt, daar had je die naam moeten invullen. De stad die het verst van Amsterdam was. Dus die 800 euro, die gaat sowieso niet door. Dus eigenlijk is dit stukje compleet verpest. 800 euro niet verdiend. Het goede nieuws is wel dat jullie op een aantal plekken samen zijn gekomen. En dat zijn ook de juiste plekken. Ja. Het gaat om 4 locaties. Dus 4 keer 150 euro hebben jullie verdiend. 600. 600 euro. Oké. Alsjeblieft, voor jou. Dankjewel, dankjewel. En je mag ook doorgeven aan je medekandidaten dat jullie je klaar mogen maken voor de test. Test. Zorg voor Anna en Toos. Maak jullie klaar voor de test. Maar hoe stom. Ja, we wisten het. We wisten stom. Ja, ik heb hier alles opgeschreven. Wat ik heel jammer vind, guys, is dat ze niet op dit moment dat de mensen hier stonden overlegd hebben om dit spel te spelen. Hoi. Tooske, jij hebt niet echt een ingebouwde tom-tom, hè? Tooske en ik waren dus uiteindelijk te laat bij het eindspel. Dus ik weet niet hoe dat precies is gegaan. En daar heb ik natuurlijk wel heel veel vragen over. Want het was blijkbaar echt een puinhoop geworden. Toen zijn we gaan vergelijken tussen Oslo en Kopenhagen. Maar dat bleek dus we keken, Grenoble staat niet op, die staat niet op. Wat doen we? En nee, wat dat zijn die kruisingen. We gaan wel dit doen. Niemand van die 6 mensen heeft gedacht, hé, daar heb ik net gestaan. Daar doe ik mijn gevonden stad achter. En dan komt er een prachtig woord. En dan hebben we dik vet geld voor de pot. En daar moet je dan de naam. En het kwartje veel. Het is mislukt. Ja, ik heb niks bijgedragen. Maar op z'n zachtst gezegd, zij ook niet. Ik werd er wel van hem gevraagd. Ze heeft helemaal geen relatie. Het zal wel bom. Het gaat allemaal zo lijken. Het gaat gewoon lijken. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Rick zei dat we ons moesten klaarmaken voor de test. En ik dacht, nee, niet vandaag. Want ik heb er zin in en ik wil nog heel veel dingen doen. En ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon ook niet meer. Dus ik knijp hem. Ik knijp hem echt. En ik ga toch maar op moment suprême, want ik twijfel. Ja, toch liever Toos of Kees. Anna is een beetje weggeëpt. Nou, mijn verdenkingen worden gek genoeg steeds makkelijker, omdat eigenlijk 2 mensen die ik verdacht er al uit zijn, namelijk Jip en Babs. En mijn hoofdverdachten zijn op dit moment Fons en Tooske. Ik wil nog steeds spreiden, want ik weet het gewoon nog niet. Maar ik ga wel op steeds minder mensen spreiden. Dus ik ga nu op 3 mensen zitten. Op Tooske, Fons en Jeroen. Ik zit nog steeds op Anna. Ik zit nu ook op Rian en Tooske. Rian die schreeuwt en puft de hele tijd maar dat ze het zo zwaar heeft en het allemaal niet aan kan. Anna, omdat zij een ontzettend intelligente dame is, maar af en toe zich zo stom voordoet dat je bijna denkt, dit is een act. En dan hebben we Tooske. Zij is zo punctueel in alles, maar tijdens de opdracht dan laat ze alles varen. Dat klopt niet. Kees was ook vandaag weer ontzettend verdacht. Ik was er niet bij, maar Kees was met Rian, die ik ook verdenk, met Jeroen, die ik iets minder verdacht, maar die ik vrees ik toch wel moet gaan meenemen. Want stel dat hij de mastermind is en hij zet Kees een soort van in om die verdenkingen af te wenden, dat zou ook nog kunnen. De opdracht in de wijk heeft me zeker wat inzichten opgeleverd. Namelijk Tooske en Fons. Die zaten ook, toevallig, niet toevallig, bij elkaar in een team. Hebben gewoon niks voor elkaar gebakken. Ik vind het knap dat je toch in 3 kwartier echt niks voor elkaar bakt.
Ik denk dat mijn gevoel belangrijk is. Wat voel ik bij iemand en waar voel ik dat er gemold wordt? Vaak blijft mijn ondergevoel wel goed. Ik denk toch echt dat de mol een vrouw is. Maar al vrij snel krijg ik twee vragen die mij heel veel paniek en verwarring geven. Waar was de mol tijdens de worstelopdracht? En ook de volgende vraag was: heeft de mol de kaartjes aangenomen van Rick? Ik raak eigenlijk een beetje in paniek aan de binnenkant. Al vrij snel begrepen wij dat dat te maken had met iets wat in de toekomst gebeuren ging. En toekomst was nou net het woord dat we gemist hadden bij de puzzel. Toen dacht ik, oké, als dat nog gaat gebeuren, dan kan ik er misschien voor zorgen dat de mol ze in ieder geval niet aanneemt. Dit keer bij de test had ik dus wel een beetje controle over het spijden van mijn verdenkingen. Bij de vraag of de mol bij de worstelwedstrijd waar die zat, had ik geschreven in de hotelkamer. Ik dacht gewoon van ja, lijkt me een logische plek. Kandidaten, je hebt zojuist een test gemaakt met vragen over een opdracht in de toekomst. Je hebt dus als het ware zelf de toekomst moeten voorspellen. En het is nu aan jou om die toekomst uit te laten komen. Door jouw mol de activiteiten te laten ondernemen die jij hebt voorspeld. Waardoor je mogelijk een beter testresultaat behaalt. Om 7:30 is het tijd voor Lucha Libre in de Arena Coliseo. Lucha Libre is een vorm van spectaculaire theatraal worstelen dat heel erg populair is in Mexico. Het is een show waarbij de worstelaars, de luchadores, acrobatische stunts uitvoeren. En die luchadores hebben ook een specifiek uiterlijk. 4 kandidaten mogen zometeen naar de show toe. En die gaan proberen om met zoveel mogelijk luchadores, worstelaars, op de foto te gaan. Die selfies moeten ze doorsturen naar 2 kandidaten die in een hotelkamer naast de arena zitten. Die moeten proberen uit te vinden met welke luchadores de kandidaten op de foto staan. Maar hoe kom je achter de namen van die worstelaar? Dat is aan 2 kandidaten op straat. En die moeten de luchadorenkenners daar vragen naar omschrijvingen van die worstelaars. Van die omschrijvingen moeten ze weer tekeningen maken en die tekeningen worden weer verstuurd naar de hotelkamer. Als het lukt om die naam te achterhalen en alle 4 de kandidaten staan met die worstelaar op de foto, dan verdienen jullie €75 per worstelaar. Show! 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 Oh. Show! Hotelkamer. Hotelkamer. Mag ik met z'n heel even ook samen hierover stemmen? We moeten even nadenken hoor, want wie kan Spaans? Nou, ik denk wel dat het handig is als Jeroen en ik jullie twee moeten op straat staan. Maar is het ook handig om iemand Spaans in de arena te hebben, of niet? Ja. Wij zijn blonde vrouwen, daar willen mannen heel graag mee moeilijk op de foto. Dat is een goed punt. Nee, maar ik vind omschrijven en zo is specifieker. Ik vind wel dat Anna of Jeroen bij straat is het belangrijkste. Straat is het belangrijkste voor Spaans. Doe mijn straat dan. Niet die foto. Oké, jullie willen gewoon heel graag naar die arena. Ja. Oké, dan heb ik hier 4 tickets. 1 iemand mag die komen ophalen, wie? Ja, ik wel. 1 iemand. Oh ja, dat is niet jij, want je gaat niet naar de ticket. Dat vond ik wel interessant dat Fons zijn hand meteen omhoog ging. Ja, dat vind ik gek, want hij gaat niet naar die worstelwedstrijd. Waarom ben jij dan zo eager om die kaarten aan te pakken? Dan wens ik jullie voor vanavond heel veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. En toen deed Kees dat al. Dus daar was ik blij voor dat Fons in ieder geval overruled werd. Want dat matchte mijn uitslag in de test. Ik ben een beetje jaloers op jullie. Ja, oh jongens. Ik ga alles in de strijd gooien. Alles.
En daar ging ik met Tooske en Sor en Rian. Wij gingen naar de worstelwedstrijd. En we gingen op vier plekken zitten rond die arena. Je moet van iedere worstelaar die je gaat zien een selfie maken. Eén selfie per worstelaar. En nu komt het ingewikkelde. Er mag niet toevallig ook nog een andere worstelaar op die foto staan. Alle worstelaars komen binnen en het eerste wat ze doen is in de hoek waar wij zitten gewoon een soort van entree maken van hier ben ik, hier sta ik. Dat was voor mij het perfecte moment om een selfie te maken. Klik. Describeer me una de los luchadores. Kom eens, Diana. Ben je mysterieus? Ondertussen moesten er twee mensen de straat op tijdens de wedstrijd. Dat werden Anna en ik, die een beetje Spaans praten. En die mensen op straat aanspraken om te vragen: wat is je favoriete gladiator? Is muy grande o es. ¿Y tiene una máscara? No. Bewapend met de kleurpotloden en een schetsboek. Op basis van hun beschrijvingen moesten wij tekenen. Dan is het ook de vraag, er bestaan heel veel worstelaars. Er zijn geloof ik wel 200 van die characters. Maar ja, niet alle 200 zijn dus ook vanavond in die wedstrijd. Oh. Hij is heel dik. Dus dat is ook nog even uitzoeken per persoon die je aanspreekt van oké, dit is uw favoriete worstelaar, maar is die hier ook vanavond? Doet die mee? Ai, ai, ai. Foto. Het is Sor. Dat is oké. Maar er staat hier een soort sombrero. En er staat, maar het gaat om de sombrero guy. Oké, dat is in ieder geval één. Ja. Iedereen verdeelt zich en iedereen weet exact wat ze moeten doen. Ja. Nog lager. Vier selfies van alle vier de kandidaten in de arena met dezelfde worstelaar, gematcht aan één schets gemaakt door Anna en Jeroen. Selfie. Oh, dus hier, hetzelfde is dat. Ja, dat is goed. Je moet er vier van elke ding hebben. Hij is weer bezig. Oh. We krijgen wat foto's van Kees, we krijgen wat foto's van Sor. Dus we beginnen goed. Dus we hebben nu een guy ook met een soort van denim. Ja, dat is een andere. Gescheurd pak en een soort van hoed of zo. Genieten, omhoog genieten. Je moet zoveel mogelijk maken, hè? Ja, maar je mag maar één sturen per. Per persoon? Ja. Oh, dat heb ik niet gedaan. Jawel, per eentje per, je moet de goede kiezen. Goed bezig. Maar wacht even, zijn dat toch niet die twee, zijn dat ook niet deze twee? Nee, ik denk dat we heel erg moeten focussen op de grootste op de foto, want die poseren echt. Die staan op een blok. Emilio, M. La M. Pero el M es muy importante. Bueno, gracias. Oké. Okay. Titan. De Immortal. Ah, Immortal. Ze lijken best wel op elkaar. De ene heeft een zilveren masker met gouden strepen. De andere heeft een gouden masker met zilveren strepen. Nou, deze lijkt al behoorlijk goed, vind ik. Tel daarbij op mijn tekentalent. Het was best een uitdagende opdracht. Oh ja, wat? Ik heb Titan de Immortal. Oh, die is goed. Mooi, hè? Die is heel goed. Coole naam hebben ze. Tooske zit het makkelijkst, hè? Ja. Je kan ze gewoon allemaal zo plakken. Tik, tik, tik. Ah, Toos, die snapt het. Oh, kijk. Kijk eens hoe goed. Die lijkt wel alsof ze op het podium zit. Oké, dit gaat toch goed? Het is de eerste, zie je het? Ja, dat is de eerste, ja. Als Tooske ze niet heeft, is ze de mol. Eén ding is zeker. Klopt. Oké, wil je mijn hoogtepunt even zien? Heel even. Deze is moeilijk. Hij wist er niet, en dat is ook wel belangrijk, hoe lang zo'n gevechtje zou duren. Het waren gevechten van vier, soms wel eens acht van die gasten. Die gingen naar mijn weg en dan kwam weer een nieuwe groep. Tooske ziet ze meteen, hatsie-flatsie, die had ze meteen in de smiezen. Maar ze kwamen niet aan mijn kantje. Dus ik heb heel veel foto's met Tooske erop, die ook fotografeert. Ik dacht, dan zien ze dat dat dezelfde is. Nee, dit is niet goed. Wat is dit? Wie is het? Rian. Met haar selfie waar ze zitten, maar met dit. Maar dit is weet Rian wat een selfie is? Nou, als je jezelf zo erop zet. Alleen maar je neus. Maar is het dan nog steeds een selfie?
Nee. Dit is sowieso Riander. Ja, hè, hè. Oké, we hebben een print. Een blauw broekje. Is het blauw? Okay, Mysterios? Bloedieme? Kermonito. Okay, nou ja, in ieder geval gewoon bovenaan. Dan kunnen we gaan matchen. Oké, Titan Immortal. Ik heb een hele flamboyant. Zo'n slang. De tekeningen die Anna en ik maakten, die moesten we dan sturen naar het hotel waar Fons en Justin dan aan de hand van de selfies en de tekeningen moesten zeggen: oké, dit is gladiator X, dit is worstelaar Y, enzovoorts. Nou ja, dit, eerlijk, dit lijkt heel erg op dit. El Wagner, want het is wel, die heeft die hoeken hier. Ja. We hebben echt de slechtste tekenaars. Ja, we en de slechtste fotografen. Nou, kijk dan. Wat een pracht is het weer. Oh, yeah. Ah, Blue Demon. Dus dat is dit. Ja. Ja, toch? Hier, Blue Demon. Ja, maar wacht even. Dit masker heeft ook geel. En dat heeft deze ook. De vertrouwen in die zes mensen was niet echt groot, want de tekeningen waren zo belabberd. En die worstelaars, die waren super onduidelijk. Ja. Het is wel iets meer Wagner dan Blue Demon, ja. We komen er al heel snel achter dat bij de eerste twee borden er niet zo heel veel foto's matchen. Dus ik en Fons beginnen lichtelijk in paniek te raken. Tot nu toe kunnen we alleen maar met deze reeks punten halen. Mooi, fuerte, muy guapo. Moet je die oren tekenen, hè? Die oren. Ja. En hij nog. Ik heb ze allemaal. Is het allemaal alleen? Ik heb ze allemaal. Alleen? Ja. Gele soor. Ding hadden we al, hè? Hebben we al gehad. Oké, dus dan gaan we voor die. Er zitten er meer. Wij wees naar hem. Oh. Dat mag niet. Ik zie gewoon dat Sor foto's doorstuurt met meerdere mensen erop. Dus zijn hoofd met drie gladiatoren. Ik zeg, dat mag toch niet? Ja, maar hij zegt, ik wijs welke ik bedoel. Hij telt alleen als alleen jij en hij erop staat, verder niemand. Echt waar? Ja, maar dat weet je toch? Nee. Gaan we het matchen? Ja, goed. En gaan we dan, gewoon... ja, want we moeten iets gaan matchen. Pintar unas luchadores de hoy en la arena. Volcano. Y tiene como flames, he has flames. Así? Chunky, ja. Het is groot, het is meeslepend, mensen gillen en schreeuwen. Het was één grote happening. We hebben zulke mooie salto's en dingen gezien, lijven op elkaar. Best wel heftig met in die touw, bam, bam, bam. Ik heb zo genoten. Maar er staat hier wel iets van een naam. Volcano. Volcano? Pierrot, heb jij die al? Nee. Anna en ik hebben echt 2 uur lang over die straat gedold, contact gelegd met mensen en ons best gedaan om zoveel mogelijk tekeningen aan te leveren. Dat deden we. Oké. Ik heb er weer één. Bij ons kon je absoluut heel veel kwaad doen, want als één persoon ook maar een verkeerde foto maakte of verkeerde foto doorstuurde, dan gold het hele setje niet. Maar ik heb het gevoel dat we toch vrij veel goede foto's hebben doorgestuurd. Het was echt ontzettend moeilijk om 4 dezelfde foto's te matchen met een tekening. Maar hier hebben we natuurlijk ook goud en zilver, heel veel blauw. Is het goud en zilver? Dat we op een gegeven moment zijn gaan gokken. Hey, dit is geel. Oh, die heeft ook een geel pakje aan. Nou, laten we die tekening daar maar dan plaatsen. 1, 2, misschien 3 van goed hebben. En very much a dowdy. Ja. We hadden uiteindelijk 5 combinaties af.
5 keer 4 foto's met een gematchte schets. En nu maar hopen dat het geld voor de pot verdiend is. Nou, zo zit je dus heerlijk bij een geweldige worstelwedstrijd. En het publiek liep weg en wij moesten blijven zitten. Kandidaten, ik hoop dat jullie met de Luchadores-opdracht de toekomst naar je hand hebben kunnen zetten. En dat je jouw mol de acties hebt kunnen laten uitvoeren die je hebt voorspeld. Waardoor je betere testresultaten hebt gehaald. Er zijn mooie foto's binnengekomen. Maar van sommige worstelaars wel heel veel. Sommige kandidaten hebben meer foto's van dezelfde worstelaar ingestuurd. En dan is het al best lastig om geld te verdienen. En ook buiten zijn tekeningen gemaakt van luchadores die vanavond niet op het podium stonden. Dat maakt het ook lastig. Er is 75 euro verdiend. Nee! Hoeveel? 75. Maar één worstelaar stond op de 4 selfies en op de tekening. Nee. En werd als zodanig geïdentificeerd. Ik heb geld. Jeetje. Ik ben wel heel benieuwd welke dan. Die heb ik getekend. Die stikkel. Daar ben je dan. Wel geteld 75 euro. Wauw. Eén hele goede combinatie. Met die 75 euro komt de pot nu op 8575. Oh my god. Maar voor één van jullie raakt die pot buiten bereik. Degene die vanavond het spel moet verlaten. Wie is de derde afvaller? Jesse. Hi guys. Oh man. Okay. Hey dan. Groeper. Bye guys. Justin. Ik. Hoe gaat het? Jammer. Ja? Maar dat is het spel. Wat is er misgegaan? Ik denk de paniek bij de toekomstvraag. Het heeft verstoring gezorgd in mijn spreiding. Oh ja? Ja, ik denk mijn testvraag echt. Nou, ga toch op. Echt, lijkt wel Mr. Potato Head gewoon. Nou, was jij penningmeester? Ja. Er is geld verdwenen. Kijk eens. Het verloren geld. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Aan wie mag die geven? Aan Fons. Dan ga ik zorgen dat hij Fons heeft. Tot ziens. Mag die kant. Dankjewel. Dag Justin. Doei. Hoi. Ja, is die piraat. Deze hebben echt niet goed op de foto allemaal. Of course. This torpedo is for you. Guard it well. You will need it in the future. Oh my gosh. Of course, the game never ends. Welkom bij de Topo Hulplijn. Wij hebben één joker voor u in de aanbieding. Ik krijg 400 pesos erbij. Zo, dit kan wel oplopen hoor. Sprak hij daar de waarheid?
Dat weet ik eigenlijk niet. 21, 22, 24, 25, 26. Ik kom tot 29 vierkanten. Ik 26.